Mijn naam is Tom Aerts, ik ben facilitair verantwoordelijk voor het gebouw De Plantijn Marie Tusslij bij Van Breda Services. Van Breda Services is eigenaar van het gebouw en wij hebben 3 huurders: Van Breda Risk & Benefits, Signa International Health Services en Informatica Van Breda. Als ik kijk naar de situatie voor de Bring Me Box, dan is het eigenlijk een gefaseerd verhaal. Wat bedoel ik daarmee? In het begin waren er geen privézendingen mogelijk binnen het bedrijf. De personeelsdiensten van onze huurders hebben dat dan wel in overweging genomen, omdat de vraag vanuit hun personeel kwam om het toch te organiseren. We merkten dat het aantal privézendingen snel steeg. Enerzijds, anderzijds was het ook zo dat wanneer zendingen toekwamen, was niet altijd de medewerker in de mogelijkheid om direct de zending af te halen. Wat maakte dat we eigenlijk een opslagplaats beneden kregen van privézendingen. Dan hebben we daar een alternatief voor gezocht en eigenlijk heel snel tot de Bring Me Box gekomen. Waardoor dat we enerzijds konden blijven beantwoorden aan de vraag om privézendingen te laten leveren op het bedrijf. Anderzijds de medewerker kon zijn zending afhalen wanneer het hem paste. En dan ook heel belangrijk, de mensen van documentbeheer werden ontlast met de dienst en de verantwoordelijkheid van die zendingen. Dus eigenlijk was de Bring Me Box een perfecte oplossing om het hele verhaal af te maken. Het verhaal rond GDPR en privacy is eigenlijk meer op toneel gekomen wanneer we de box al hadden staan. En in samenspraak met Bring Me bleek alles perfect te kloppen. En is er geen issue, dus konden we perfect verder werken. Wat ons het meest verrast heeft door de Bring Me Box te installeren en in dienst te nemen, is dat eigenlijk heel veel, ik denk meer dan 40% van alle medewerkers in het gebouw zich heel snel geregistreerd hebben. Enerzijds, anderzijds horen we ook altijd de complimenten van dat het ook een heel gemakkelijke manier van werken is voor hunzelf om hun privézendingen hier toe te krijgen. Een bijkomend voordeel waarom dat we toch ook nog in de Bring Me Box blijven geloven is omdat we het gevoel hebben dat we een extra bijdrage leveren aan de groene voetafdruk. Ik bedoel daarmee, de courier levert zijn business gerelateerde zendingen af. Tegelijkertijd ook de privézendingen voor de medewerkers van ons in ons bedrijf. Wat maakt dat de rit naar de medewerker thuis uitgespaard wordt, wat ook dan minder uitstoot is, wat dan ook een bijdrage is aan het groene gegeven. En daar zijn we ook tevreden voor dat we daar kunnen bij participeren.